Ja, de manschappencabine is een stuk ruimer, ook wel een stuk luxer om het zo te zeggen. Nou, ruimer is natuurlijk prettig als je ergens naartoe moet rijden, maar ook op de terugweg. Er zit daarnaast een koelkast in. In de vorige tankautospuiter zat bijvoorbeeld wel een koelboxje. Nu zit er echt een wat grotere koelladen in. Ja, als we echt inspannend werk hebben gedaan, het is warm, dan wil je ook gewoon wat kunnen drinken. Nou, dan is ook gewoon koeldrinken prettig om aan boord te hebben. En daarnaast ook nog een andere mooie optie die er nu op zit, is dat er extra airco in zit. Dat betekent ook dat nou, als het heel erg warm is en je gaat weer terug naar van een incident, dat je nou, ook gewoon een aangenaam klimaat in de cabine hebt. En je niet al zwetend met al gehitte van buiten weer terug moet.